Een hele goede middag allemaal. Welkom bij de negende week van Grip op Informatie. Een week met ongeveer, ik weet het niet precies, 12 of 13 webinars zoals in die richting. Op terrein van de informatiehouding, de archiefwet. En vandaag gaan we een speciale dag, Kavan Niets VNG. Mijn naam is Jeroen Jonkers, ik ben programmamanager bij de VNG. En zullen jullie proberen door het webinar te begeleiden. Mocht je een interesse hebben in meerdere webinars, dan kan je nog aanmelden. Kijk op vng.nl. De link zal ook geplaatst worden in de chat. Mocht je nou tijdens dit webinar wat gaat over de toekomstige rol en positie van toezicht vragen hebben, dan kan je die stellen in de chat. We zullen proberen om zoveel mogelijk te beantwoorden tijdens het webinar. Mocht er nou te veel vragen komen, want er zijn toch meer dan 242 aanmeldingen voor het webinar, dan zullen wij die achteraf nog publiceren. Stel je wil eventueel een bericht plaatsen op sociale media, gebruik dan de hashtag WVGRIP als afkorting van Week van Grip. Het programma van vandaag. We hebben drie sprekers. Als eerste dadelijk Bert de Vries. Bert is directeur van het Stadsarchief Amsterdam en vandaag met name in de rol als voorzitter van Kavan, de Koninklijke Vereniging van Archivarissen van Nederland. Vervolgens daarna Jacqueline Schuurman-Hes. Jacqueline werkt bij Rotterdam als toezichthouder op informatiehuishouding en zal aangeven hoe zij binnen het Rotterdamse aankijkt tegen toezicht. En als derde Evelien Santifort. Zij is verenigingsmanager van Kavan en zal ons begeleiden in met name het beantwoorden van allerlei vragen in de Mentimeter. Dus als je wil, ga vast checken op menti.com. Bert, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Ja, we hebben er zin in. En u ook, begrijp ik, met heel veel aanmeldingen. Ik moet Puk Huitsing, die in het programma stond, oorspronkelijk verontschuldigen. Zij is daarvoor uitgevallen, dus wij nemen deze rol graag over. Als voorzitter van de VAN, want dat is toch de positie die ik nu bekleed, houden wij ons met een aantal dingen bezig. Allereerst het grote doel versteviging van de archiefsector. Op dit moment natuurlijk de archiefwet die ligt bij de Tweede Kamer, waar toezicht eigenlijk een ongewijzigd stelsel inhoudt. Maar we zijn wel druk bezig met toezicht en daarom is vandaag ook deze sessie georganiseerd. Daarnaast hebben we de vraag wie zijn we? Het archief als nutsvoorziening. 17 juni hebben we een archiefdag helemaal met dat thema. En nou, nogmaals, de nieuwe beroepsprofielen en de diploma-eis en opleiding is ook een van onze speerpunten. Vandaag toezicht, rol en positie. Wat is adequaat toezicht? We horen graag uw mening. We doen dat vandaag in twee onderdelen. Een praktijkcasus waar Jacqueline straks een presentatie over geeft. En daarna verkenning van mogelijkheden en tussendoor de Mentimeter waarin u kan participeren. En dan zullen we aan het eind van de sessie, als het goed is, een mooi compleet overzicht hebben van ideeën, problemen, oplossingsrichtingen. En dat zullen we dan weer gebruiken als VAN om ergens in het najaar met een notitie te komen over het toezicht. Maar daar kom ik nog later wel op terug. Dus ik denk dat we nu, wat mij betreft, naar Jacqueline kunnen. Misschien al wel goed, Bert, voor degene die allemaal erin zitten. Of gebruik nu iets met je QR-reader, om uiteindelijk gewoon in te loggen op menti.com. Als je gewoon met je mobiel hiervoor gaat, dan kan je dat meteen rechtstreeks inkomen. Of je kan gaan uiteindelijk naar de chat. En daar staat ook de code. En de code is eigenlijk heel simpel. Dat is 3751-8171. Misschien toch al eens even een eerste vraag, Bert, voordat we naar Jacqueline gaan. Die vraag van Ede Vries. Wat zijn de ervaringen met gebruik van de door de VNG ontwikkelde archief-KPI's? We gaan meteen de inhoud in. Ja, dat is een vraag aan mij. Ja, nou, lijkt me wel. Ja, nou, ik wil daar eigenlijk later nog wel op komen. Omdat er veel vragen te stellen zijn. De KPI's zijn, ja, zoals elke methodiek, toch een wat onvolmaakt product wat mij betreft. Althans, in het gesprek wat wij bijvoorbeeld binnen de gemeente Amsterdam hebben met het IBT, gaat het vaak wel over die KPI's. Maar ik mis daarin toch nog wel vaak een kwalitatief inhoudelijke analyse en het gesprek over
hoe is dat informatiebeheer nou? Is dat nou op orde of niet? Het wordt al heel gauw een technisch debat over, klopt het KPI'tje wel of niet? En ik vind het zelf een onbevredigend stelsel of onbevredigende methodiek. Dus ik ben ook nieuwsgierig wat de ervaringen daarvan zijn bij andere mensen. Helder, dank je Bert. Maar goed, ik weet dat het ook methodiek komt ook dan terug in het verhaal van Jacqueline. Jacqueline, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Jeroen. Goedemiddag ook allemaal namens mij, welkom. Zoals gezegd ben ik toezichthouder op de informatiehuishouding in Rotterdam. En ik wil graag 3 issues met jullie delen vandaag die bij ons spelen. Dus wij zijn dan Edith Bloemendaal en Willem van Schie. En wij houden toezicht namens de gemeentearchivaris uiteraard. In Rotterdam zijn we in 2012 gereorganiseerd van 17 zelfstandige takken van dienst en 14 deelgemeenten naar 6 hele grote clusters. Die bedrijfsvoeringsfuncties zijn allemaal ondergebracht bij het cluster bestuurs- en concernondersteuning. En daar zit de afdeling procesmanagement beheer informatiehuishouding, PBI. En die voert de regie en maakt beleid en stuurt of ondersteunt het informatiebeheer op afstand voor al die clusters. En de clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de goede informatiehuishouding. En als Stadsarchief Rotterdam zitten wij in een clusterdienstverlening samen met belastingen, burgerzaken en wijken. En dan zie je dat wij binnen het clusterdienstverlening nog binnen een directie wijken, participatie en stadsarchief zijn ondergebracht. En daaronder is team toezicht op de informatiehuishouding weer een onderdeel van bureau stadsarchivaris. Dus qua positionering zitten we redelijk diep. Wij zijn Stadsarchief Rotterdam, maar ook aangewezen als archivaris en archiefbewaarplaats van andere overheidsorganen in de regio. Wij hebben dienstverleningsovereenkomsten met een aantal gemeenten en andere overheidsinstellingen. En op grond van de archiefwet houden we ook toezicht op organen die publiekrechtelijke taken uitvoeren. En daarbij valt op dat wij als toezichthouder gelijk toegang hebben tot de hoogste ambtelijke bestuurstafels. Dus een directie of een dagelijks bestuur. En dat we heel serieus worden genomen. Dus je ziet echt dat vreemde ogen dwingen. Onze missie is het leveren van een bijdrage aan het beschermen van de waarde van overheidsinformatie. En die belangen kennen jullie natuurlijk allemaal. Die staan ook prachtig opgesomd in de nieuwe archiefwet. En we willen graag onafhankelijk en systematisch inspecties en onderzoeken uitvoeren. En dan met doel de kwaliteit en effectiviteit van de informatiehuishouding verhogen. En de gemeentearchivaris te ondersteunen bij het geven van formele adviezen en goedkeuringen die staan opgeschreven in het besluit informatiebeheer. En dan geven we waar nodig aanbevelingen en we bieden inzicht om de kwaliteit en effectiviteit te optimaliseren. En jullie zien 3 woorden groen gemarkeerd staan en dat heeft te maken met die issues die ik met jullie wil delen vandaag. Een vraagje, Jacqueline. Ja. Voordat we verder gaan. Marcel Korving vraagt, het gaat even over positionering. Waarom is er niet voor gekozen om de inspectie te positioneren binnen concern control? Ja, dat vragen wij ons ook af. En we zijn daar ook over nu in gesprek. Omdat we met de reorganisatie te horen hebben gekregen dat het alleen maar een organisatorische inbedding was. Maar nu blijkt dat je zo afhankelijk bent van een concerndirecteur en een directiedirecteur boven je die besluiten kunnen nemen over je personeel, over je gebouw, over je financiën, dat je eigenlijk de onafhankelijke positie van de gemeentearchivaris niet meer goed kunt waarmaken. Dus dat is ook onze vraag. Maar daar kom ik gelijk op terug. Het eerste issue is namelijk de onafhankelijkheid. En wij zitten zo diep in de hiërarchie. Wij sturen ons onafhankelijke verslag van de gemeentearchivaris over het uitgevoerde toezicht en over het verslag van het beheer van de archiefbewaarplaats sturen we uiteraard even naar PBI voor hoor en wederhoor.
Maar dan gaat het langs al die ambtelijke gremia en die willen er vervolgens allemaal iets van vinden. Dus dat is in de praktijk lastig, omdat je aan de ene kant een onafhankelijk verslag wil kunnen schrijven, rechtstreeks aan het college van BMW. En aan de andere kant de hiërarchie waar je nou eenmaal mee te maken hebt. En in die lijn, Jacqueline, meteen de volgende vraag van Martin. Hoe verhoudt het toezicht vanuit de archiefsector, dus vanuit het stadsarchief, zich tot de kwaliteitscontroles, controles, audits, door specialisten informatiebeheer in de archiefvormende organisatie? Wij zijn ongeveer een jaar bezig nu met dat een beetje op elkaar af te stemmen, omdat het team van procesbeheer, informatie, huishouding een team heeft wat gaat monitoren op de kwaliteit en daar rapportages over afscheidt. En we hebben afgesproken van ja, soms doen we dingen dubbel en wie kijkt nou waar naar, dat meer aan de voorkant af te gaan stemmen. Dus dat weet elkaar iets beter te vinden. Maar het is nog niet helemaal ingeregeld zodat wij toezicht kunnen houden op een kwaliteitssysteem dat werkt. Hey, en een vraag, Jacqueline, in die lijn. Je gaf ook aan net van, jullie doen het ook voor 4 andere gemeentes en ook een aantal gemeenschappelijke regelingen. Ja. Is bij al die organisaties wel een kwaliteitssysteem ingeregeld, wat ook eigenlijk wettelijk verplicht is? Eerlijkheidshalve zeggen de meesten het op papier of we zijn ermee bezig. Maar de werking is nog niet overal professioneel. Dat zeg je heel netjes. Ja. Als ik de volgende sheet mag, dan zie je een plaatje van de governance volgens de 3 lines of defense. En in die 3 lijnen zijn dan de informatiedisciplines opgenomen. Informatiebeheer, informatiebeveiliging en privacy. En de rode lijn is de rapportagelijn. En je ziet dat opvalt dat de privacy officers en de decentrale informatie security officers, die zijn opgenomen in de eerste lijn. En de records managers, PBI, in de tweede lijn. En je ziet ook dat er een concern privacy officer is en een concern information security officer, maar geen concern records manager. En de functionaris gegevensbescherming is wel opgenomen bij die middelen- en controleafdeling en is rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris. En wij als team toezicht op de informatiehuishouding zijn dus 4 niveaus lager gepositioneerd. En tot slot is in zijn algemeenheid de toezichtsverantwoordelijkheid op gemeentelijk niveau natuurlijk niet gescheiden van de beheerverantwoordelijkheid van de archivaris, zoals bij het Rijk het geval is. Dan het tweede issue, het instrumentarium, daar werd al over gesproken. De organisatie krijgt zoveel rapportages van de FG, van de CISO, van concern auditing, van de accountant, van de rekenkamer, van de gemeentearchivaris en dan ook nog van het interbestuurlijk toezicht. En dan gaat het alleen nog maar over informatie. En we zien dat afstemming in de uitvoering over dat informatiebeheer en de beveiliging en de privacy steeds beter plaatsvindt. Maar samenwerking in het toezicht is nog niet echt gebundeld. Ondanks gesprekken die we erover hebben gehad in een werkgroep van archiefinspecteurs over kan het niet bij de NCIA mee in de planning- en controlcyclus. Maar het is nog niet hoger gekomen dan een bespreking al daar volgens mij. En als dat instrumentarium en het toezicht zou worden gebundeld, dan heeft de organisatie natuurlijk veel minder last van al dat toezicht. En kan de kwaliteit en de efficiëntie en de effectiviteit van het toezicht volgens mij, of van de informatiehuishouding volgens mij, aardig omhoog. Jacqueline, een vraagje. De vraag stelt over die archief-KPI's. Ja. In welke mate zijn die werkbaar voor jullie? En de tweede vraag meteen is van, kijken jullie ook meteen naar de implementatie van de wet open overheid? Wat je al bij de eerste gemeenteinstellingen ziet, de archiefinstellingen, die dat ook al meenemen. Ja, de WOO is een programma Rotterdam Transparant binnen Rotterdam. En dat is weer bij procesmanagement, beheer, informatie bij huishouding belegd. Dus die rapporteren daar ook over.
Wij nemen het alleen op grote lijnen mee in onze rapportage. En de KPI's, ja, dat blijft een draak. Het is een log-instrument. Het gaat alleen over de wetstechnische vragen en het geeft niet voldoende beeld over waar de organisatie nu daadwerkelijk mee bezig is op het gebied van de kwaliteit van de informatiehuishouding. Dus we proberen wel KPI-vragen te stellen, maar daarbij een toelichting te geven waar we het echt over willen hebben. Okay, en kan je een voorbeeld geven van wat voor vragen dat al zijn waar je het echt over wil hebben, waar voor jullie dan de kern van het verhaal zit? Nou ja, als er wordt gevraagd naar ordening, authenticiteit, er zijn allemaal hele moeilijke vakjargonvragen. Dan willen we gewoon weten van, wordt in de gemeente nou rekening gehouden met alle eisen aan informatiebeheer als je een systeem koopt, inricht? Er zijn prachtige demand- en supply-processen. En meestal is het geval dat PBI aan de voorkant wel wordt betrokken, maar later nooit meer iets hoort. Als er een keuze is gemaakt die dan politiek handig is of die financieel beter uitkomt. En dan moet je als toezichthouder achteraf weer constateren dat een systeem niet kan vernietigen of niet kan exporteren. Dus als je samen op kunt trekken aan de voorkant en dezelfde taal spreekt, dan is dat zoveel effectiever. Ja, ja, helder. Er is ook nog een andere vraag in de chat van Martin. Die vraagt dan het toezicht van de toekomst. De archivaris of archiefinspecteur als compliance officer, vraagteken. Naast de PO, CISO en dergelijke. Of en moet je hem ook even loshalen van het beheer van het historisch archief? Het een hoeft elkaar het ander niet uit te sluiten, denk ik. Als ik een compliance officer word, kan ik heel goed samen met de FG en andere controls zitten binnen de gemeente, dus nog steeds als intern toezichthouder. En de gemeentearchivaris is toch wel verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbewaarplaats. En laat het toezicht uitvoeren op een andere plaats, maar is daar wel voor verantwoordelijk. Helder, helder. Nou, het laatste is de regelgeving. Die is natuurlijk heel ingewikkeld. Er komt steeds meer informatiewetgeving die van invloed is. En het is niet voor iedereen even duidelijk. En het moet worden nageleefd door die concerndirecteuren en die managers die heel weinig inhoudelijke kennis hebben van al die wet en regelgeving. Niet van de waarde van informatie. Ze sturen op financiën, ze sturen op personeel. En daar zijn ze ook allemaal verantwoordelijk voor. Maar informatie, dat wordt pas belangrijk als het fout gaat. De controle op de naleving is nog heel weinig systematisch en onafhankelijk. En krijgt weinig aandacht aan de bestuurstafels. En je ziet ook dat de gemeentearchivaris geen directeur meer is van een tak van dienst. Dus niet meer aan tafel zit bij een directie die daarover gaat. De handhaving vindt formeel plaats door interbestuurlijk toezicht. Maar die kijken eigenlijk alleen maar of het college wel tweejaarlijks verantwoording aflegt aan de raad. En als dat het geval is, dan kleurt de gemeente groen op de interventieladder. Je moet het wel heel bond maken. Wil dat hoger komen en echt worden besproken? En maar Jacqueline, dat is natuurlijk hè, zo binnen de provincie Zuid-Holland, is dat op die manier ingeregeld. Ja. Maar ik kan me voorstellen, dat, nou goed, dat weten we ook wel, bij andere provincies dat op een andere manier wordt gedaan. Zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland of Noord-Brabant. Ja, ja, ik spreek vandaag alleen maar over casus Rotterdam, ja, hoor. Ja, ja. Ja, helder, helder. En ik snap het ook wel, in Zuid-Holland is er maar één provincie-archivaris die IBT uit moet voeren. Dus het is ook wel heel weinig om met al die besturen in gesprek te gaan. Tot slot, de archiefwet 2026, denken we. Daarin wordt het toezicht uitgebreid voor de gemeentearchivaris met overgebrachte informatie. Dus je gaat je eigen vlees keuren. Dat gaat stinken. Nog meer reden om toezicht op afstand te plaatsen, volgens mij.
Dat is vooruitkijken, maar ik denk dat we de tijd mee hebben om erover te denken hoe het beter kan. En ik geef graag het woord aan het publiek daarvoor. Dank je, Jacqueline. Helder, de problemen die jullie ervaren worden. Evelien, volgens mij hebben de Mentimeter is ondertussen geopend. Ja, ik zal hem even te gaan delen. Met als eerste eigenlijk de vraag voor de mensen die hem nog niet hebben ingevuld. Wat uw achtergrond is, dus wie hebben we in de sessie? Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Dat zien we nu in rap tempo. Binnenkomen. Dus we hebben, nou ja, zeg 1/3. Mensen vanuit de gemeente, mensen uit archiefdiensten en overig. Ik druppel het nog even na. Ik weet niet goed hoeveel mensen er nu actief in de sessie zitten. Op dit moment zitten er live in het webinar 107 mensen en 63 mensen daarvan die hebben Mentimeter ingevuld. Maar ik stel gewoon voor dat we doorgaan naar de volgende vraag. Dat dus lijkt me iedereen goed. Iedereen lang genoeg tijd gehad om in te loggen. De eerste vraag. In aansluiting op de presentatie van Jacqueline. Is het huidig toezicht toereikend of is het niet toereikend? Dus degenen die vinden dat het niet toereikend is, mogen op eens klikken. En ben je het daar niet mee eens of oneens? En mocht je eventueel inhoudelijk ook iets willen toelichten, dan kan het eventueel in de chat, je kunt eventueel publiceren. Ja, we zien hier al suggesties. Ja, wel een duidelijk beeld over hoe de gemiddelde kijker kijkt. Ja, eens. Ik denk de meerderheid van de mensen die hier aanwezig zijn, die zijn het hier niet, die zijn het eens met de stelling dat die niet toereikend is. Dan is eigenlijk de hamvraag van wat is nu de oorzaak van de problemen? En we hebben een viertal vragen en we gaan straks uiteraard ook nog even in op andere scenario's. Vindt u dat het grootste probleem ligt aan het instrumentarium? Kijk, is het onafhankelijk genoeg? Kan het sancties opleggen? Of is het juist het probleem dat het geen sancties kan opleggen? Of zit het hem in het borgen van de kwaliteit van de professional die toezicht moet houden? Het domein wordt steeds complexer, steeds meer allerlei werkterreinen zijn van belang. En hoe richt je dan dat toezicht in? Misschien is het goed om ondertussen even een vraag te stellen aan Bert. Ondertussen kunnen we dan die vraag beantwoord worden. Bert, in de chat stond al een vraag van iemand die anoniem aangeeft. Waarom werken zoveel archiefinspecteurs zo geïsoleerd en blijven te veel in de div-kolom hangen? Je microfoon moet je wel aanzetten, Bert. Dat is een hele goede vraag. Dat heeft er natuurlijk toch mee te maken met een combinatie van professionalisme, positionering. Ik denk ook wel een bepaalde zelfesteem, zelfvertrouwen. Ik denk dat dat een combinatie is. Ik wilde eigenlijk na de Mentimeter inderdaad op een aantal van deze dingen die we nu zien nog eens wat nader ingaan en eens kijken van waar zit het nou. Het is heel opvallend bijvoorbeeld het nu op geel het opleiden van de professional die toezicht houdt maar heel laag is nog. Terwijl ik denk ja durven we wel heel goed naar onszelf te kijken en vullen we die rol van toezichthouder dan in. Maar op elk van de punten heb ik wel een analyse te maken waarin we zeggen hey, dit zou ook anders kunnen. En het complete beeld leidt er dan toe dat we zeggen nou toezicht is toch niet effectief genoeg. Ja. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Oké.
Dan zou ik eigenlijk wel door willen gaan naar de volgende vraag. We hebben hier een aantal zeg maar knelpunten benoemd. Maar we zijn uiteraard ook nieuwsgierig. Er zijn er ook hele andere problemen. En hier kun je dus zelf andere oorzaken, gevolgen. Ik denk misschien aan het positioneren van toezicht, wat Jacqueline net uitlegde, binnen de organisatie waarin je actief moet zijn. Dat kan natuurlijk ook iets zeggen over de mate waarin je het daadwerkelijk kunt uitoefenen. Beschikbare capaciteit. Ik daag jullie graag uit. Overigens van belang is ook dat de input die we ontvangen, die gaat ook weer naar de werkgroep, in ieder geval bij Cavan. Die hierover na gaan denken en graag willen weten van nou, oké, welke onderwerpen moeten we raken in de discussienotitie die wordt voorbereid over dit onderwerp. Ik zal vooral toch ondertussen ook weer gewoon een vraag oppakken, dat ook iedereen gelegenheid heeft om antwoorden in te kunnen typen. Een vraag van Jacqueline van Arnoud, voormalig lid van de VNG-commissie Archieven. Heeft Rotterdam een algemeen bruikbaar alternatief voor de archief-KPI's? Dat er kritiek is bekend, maar de vraag is eigenlijk meer van, ja, en wat dan wel? Mijn microfoon. Ja, er is eigenlijk te veel. Er zijn zoveel normen, standaarden, instrumenten en iedereen zit zelf het wiel uit te vinden. Dat frustreert me ook wel een beetje. En als we dan gaan samenwerken, dan maken we gewoon weer een nieuw lijstje. En eigenlijk wil je zeggen, we hebben iets van 120 archiefinstellingen in Nederland en we hebben ook wel 120 verschillende lijstjes. Dus dan zeg je uniformeren of standaardiseren van een aantal zaken zou kunnen helpen. Even los van het kader waarin het moet plaatsvinden. Ja, ik zie bijvoorbeeld ook wel in de chat Giro reageert van het West-Brabants Archief. We hebben ons in de laatste toezichtronde gericht op hoofdstuk 6 van de WO. Dan gaat ook de informatieshouding op orde brengen. En daardoor zijn ze bij allerlei mensen buiten de RIF-kolom aan tafel gekomen. Zoals je praat over de mogelijkheid om op een andere manier het gesprek te voeren. Dan is dat ook een manier. Ja. Evelien, ik zie al behoorlijk wat reacties. Ik zie inderdaad een aantal reacties. En ik kijk even naar Bert. Bert, wil jij eerst jouw eigen beschouwing doen en dat we daarna deze reacties nog even raken? Ja, dat lijkt me helemaal goed, want ik zie een heel helder beeld. Ik heb geprobeerd de knelpunten van de toezichters in een aantal lagen te pakken. En ook even aan te gaan bij wat Jacqueline allemaal heeft verteld. Dan begin ik maar eens bij de organisatorische inbedding. Je ziet bij de grotere gemeentes, Amsterdam, Rotterdam, dat je natuurlijk functioneert binnen een enorm bureaucratisch stelsel met allerlei belanghebbenden. In Amsterdam zijn we gelukkig wel zover dat we nu de verslagen vanuit de compliancyhoek tegelijk aanbieden aan het bestuur en de gemeenteraad, zodat je toch wat meer samenhang krijgt. Iets waarvan jij zei dat je dat nog niet had. Maar er is natuurlijk ook heel veel verschil. In Rotterdam en Amsterdam zijn we gewoon een gemeentelijke organisatieonderdeel. Maar je hebt ook de gemeenschappelijke regelingen waar je veel meer op afstand staat van de organisaties waarop je toezicht hebt. Het Nationaal Archief die is al 30 jaar zijn inspectietaak kwijt. Hè. Dat zit bij de landelijke inspectie. En als je daarmee praat, ja, functioneren die dan wel? Dus dat is maar zeer de vraag of een andere inbedding of een andere organisatorische inbedding een oplossing is voor onze problemen. Aan de andere kant zie je de autoriteit persoonsgegevens, een heel nieuw instituut met veel FTE, dat die wel veel meer impact heeft, omdat die ook centraal publiciteit kan opzoeken. Dus die organisatorische inbedding is echt een belangrijk punt. Of dat het belangrijkste punt is, dat vraag ik me af. Dan wil ik ook nog wel even gaan bij ons beroepsprofiel en inspectie als specialisme. Daar denk ik kunnen we ook echt nog wel wat winnen in professionaliteit. Zowel inhoudelijk archivistisch, maar ook communicatief. En dat geldt ook voor de positie van de gemeentearchivaris. Wie ben je nou en hoe serieus word je genomen? En het is gewoon een feit dat als we tegelijkertijd in de erfgoedhoek leuke dingen doen,
boekjes maken, exposities. Dat je een heel ander imago hebt dan dat je die dag daarna aan tafel zit bij de CIO of bij je bestuurder. En ik denk dat dat echt wel een ding is dat we veel meer dat toezicht moeten specialiseren en ook aandacht moeten geven aan communicatieve aspecten en competenties. Hoe stevig zit je aan tafel? Waarom zit de CIO wel vaak aan tafel en de archivaris niet? En dat is toch een imago. En dat komt in de opleiding natuurlijk nauwelijks voor. Als je zo door het hele land kijkt. En met respect voor alle collega's hoor. Maar dan zie je ook wel eens inspecteur die al 20 jaar inspecteur zijn. Ja, dan leid je ook een inflatie, zullen we maar zeggen. Dus er gebeurt op dat punt echt nog wel heel veel van je zegt dat zou beter kunnen. En dat is echt een aandachtspunt. Nou, de methodiek hebben we het al even over gehad. Al die KPI's, geheimtaal, jargon, veel aanbevelingen, niets deugt. Een goede kwalitatieve analyse van het informatiebeheer, dat ontbreekt dan nog wel heel vaak door die KPI-methodiek. Wij hebben daar ook met de IBT over zitten discussiëren. Van die wilden ook die KPI's en vanuit Amsterdam leverden we die eigenlijk niet meer zo aan. Nou, dan heb je dus daar meteen een gesprek over in plaats van dat we serieus op de inhoud zitten te kijken. Van waar zitten nou echt de knelpunten en wat moet je nou echt aanpakken? Dus een wat meer analyse op hoofdlijn en wat meer strategisch, dat mis ik zelf ook nog wel. Dan heb je de bestuurlijke inbedding. Nou, dan heb je het al, dat IBT, je eigen bestuur. En het onderwerp van sancties en boetes. Daar wordt nog heel vaak om gepraat. Van, oh, hadden we nou maar sanctiemogelijkheden of konden we maar boetes opleveren? Dan was het probleem opgelost. Ongetwijfeld versterkt dat wel je positie. Dat zie je ook bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar in de bestuurlijke inbedding waarin we zitten, is dat toch een heel moeilijk ding. Ik zie mijzelf niet zo gauw een boete opleggen bij een collega-directeur. Dus dat is aan de ene kant iets waarvan je zegt, ja, als een agent geen boetes kan geven, dan is het ook geen agent. Maar aan de andere kant wordt er wel te snel gedacht, als we dat hebben, dan zijn de problemen opgelost. Ik geloof daar persoonlijk niet zo erg in. Maar dat hangt ook wel af van je positionering. En dan heb ik nog eentje, die heb ik nog niet gezien. Dat is toch het perspectief. Kijk, toezicht zit bij ons in de archiefwet. En van oudsher is het in die archiefwet gekomen. Omdat wij toe willen zien op het toekomstige erfgoed. Als het wordt overgebracht, moet het in goede geordende en toegankelijke staat zijn. Maar nu we de WO daarnaast hebben, gebruik ik veel meer het perspectief van recht op inzage van de bewoners. En dat is toch een ander perspectief waardoor je dichter en sneller aansluit bij bestuurlijke taal. Als onze informatie niet op orde is, dan hebben de burgers geen mogelijkheden om via de WO of de archiefwet goed bij de informatie te komen die ze willen hebben. En ik denk dat perspectief draaien, dat helpt om uit die bureaucratische positie te komen met altijd bij de DIF zitten. Of altijd naar de gegevens te kijken. Je kan ook gewoon zeggen, hey, hoe toegankelijk is de informatie van deze gemeente? Hebben we al een goed WO-kanaal? Hebben we een goede toegang bij het archief? Daar zit natuurlijk ook de nutsvoorziening idee wel in. He, als je goed onderdeel bent van de informatiehouding, van de informatiehuishouding en je levert rechtstreeks aan de burger, dan heb je ook een ander perspectief waardoor je volgens mij je verhaal sterker kan maken. Dan zou je ook eerder een rapportage naar de gemeenteraad sturen in plaats van naar de bestuurder eigenlijk. Ja, je doet nu beide, maar bij ons is het toch zo dat de bestuurder het jaarverslag weer aanbiedt aan de gemeenteraad en niet rechtstreeks door de toezichthouder zou kunnen. Nou, dan heb ik nog het puntje van de hoeveelheden FTE's. Ja, bij heel veel archiefdienst is er gewoon maar één of een halve FTE-inspecteur. Strikt genomen is dat natuurlijk hartstikke onvoldoende, ook om goede power te maken. Daar hebben we het voordeel wel, denk ik, van de grote gemeenten zijn. Ik weet niet precies, Jacqueline, hoeveel mensen jij hebt toezicht op zitten. Wij hebben hier eigenlijk een afdeling toezicht met wel 8 FTE. Die heb je ook wel nodig, maar dan kan je ook iets meer op kwaliteit inzetten, denk ik. Ja, dat zijn zo'n paar lijntjes die je doorgaat en die er allemaal zijn. En dat maakt wel juist, denk ik, dat we toezicht toch op een wat meer strategische manier
moeten benaderen om te kijken hoe willen we nou met elkaar dat toezicht versterken en hoe kunnen we dat nou doen en vooral voor de burger. Bert, een aanvulling eigenlijk op de reacties in de Menti. Er zijn ook een paar vragen aan de chat. Volgens mij zit die in lijn met hetgeen wat jij net zegt, hè, over strategisch anders positioneren. Anja vraagt bijvoorbeeld, is er een suggestie om over alle overheidsorganisaties heen op een gelijksoortige wijze het toezicht uit te voeren? Ja, nou, het idee, nogmaals, we hebben een werkgroep gemaakt waarin we één gesprek hebben gehad vorig jaar en nu hebben we deze sessie. We willen daar, omdat er toch in de archiefwet nauwelijks iets verandert aan het toezicht. En Jacqueline die noemde, ja, straks moeten we ook ons eigen vlees keuren. Een ander is natuurlijk de dispensatie van overbrenging. Dat het er ook toe moet gaan leiden dat je ook toezicht gaat houden op die organen die helemaal nog niet overbrengen. In die werkgroep is ook gezegd, ja, totaal centraliseren. Een soort autoriteit persoonsgegevens. Maar daar dan het toezicht op informatiebeheer beleggen. Dus helemaal los van de bestuurslagen. Één autoriteit informatiebeheer. Of misschien zelfs wel een onderdeel van de autoriteit persoonsgegevens. Dat je zegt, je krijgt een autoriteit voor informatiebeheer en privacybescherming. Dat zijn oplossingsrichtingen die je kan bedenken. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe alle inspecteurs of gemeentelijke diensten daarover denken. Wat dat betekent dat je die inspectietaak zelf niet meer hebt. Kan een zegen zijn. Ik weet nog uit mijn tijd van het Algemeen Rijksarchief dat inderdaad de inspectie door de Tweede Kamer eigenlijk werd weggezet. Waardoor je veel vrijer bent in je positie om te praten over overbrenging en kwaliteit van duurzame toegankelijkheid. Zelf zou ik er eigenlijk best wel voor zijn. Aan de andere kant hou je toch altijd wel die relatie met je eigen bestuurder en een relatie met het informatiebeheer dat wel of niet op orde is, denk ik. Maar op zich het toezicht centraal plaatsen en vanuit één normenkader. Nou ja, we hebben het ook in het onderwijs en inspectie voor het onderwijs houdt ook landelijk toezicht. Er zijn natuurlijk veel meer landelijke toezichthouders die vaak effectiever zijn en politiek dichter bij een Tweede Kamer zitten. Misschien een vraag voor Jacqueline. Ik weet, Jacqueline, dat jullie in de regio hebben geprobeerd om te kijken of je kan samenwerken met een soort poolen om ook bij elkaar inspecties uit te voeren. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? In 2022 hebben we met het Noord-Hollandse Archief en Erfgoed Leiden en Omgeving een inspectiepool opgestart. En toen hebben we eerst gekeken hoe we georganiseerd waren, wat de bezetting was, wat voor instrumentarium we hadden. En toen hebben we een pilotinspectie uitgevoerd, vooruitlopend op die nieuwe archiefwet, waarbij je toezicht gaat houden op het beheer van je eigen archiefbewaarplaats. Ze hebben dus gezorgd dat iedere inspecteur van een organisatie bij een andere organisatie het beheer van die archiefbewaarplaats ging toetsen. En er kwamen heel veel leuke conclusies uit. Nou, de organisatorische inbedding van een archiefdienst, dat was al heel erg een wereld van verschil. Een gemeenschappelijke regeling of een zelfstandige instelling of wij diep in de organisatie. De samenwerking was natuurlijk uiteraard fijn om kennis en kunde en instrumenten uit te wisselen en te delen. En elkaar te helpen met gesprekken. Andere ervaringen op te doen en vreemde ogen dwingen. Maar je merkt dat die samenwerking ook heel veel tijd en energie kost. En we waren natuurlijk best fysiek een end van elkaar gescheiden. Dus dan ga je een keer bij elkaar op bezoek om te kijken, maar de rest vindt via Teams plaats. Het was dan niet heel erg effectief. En het toezicht houden op elkaars archiefbewaarplaatsen is een leuke oplossing, maar niet structureel, omdat je nog steeds die fundamentele scheiding tussen het beheer en het toezicht van die archivaris niet oplost. Het is een soort labmiddel. Ja, ja. Mag ik dan een vraag stellen, Jacqueline? Want even kijken, nou ben ik hem bijna kwijt. Oh ja, jij zit ook in de gemeentelijke organisatie. Ja. Is afstand, zou dat jouw voorkeur hebben dat je buiten de gemeentelijke organisatie toezicht zou kunnen uitoefenen? Want ik moet je zeggen, bij ons in Amsterdam hebben we geluk met een CIO
die heel veel inzet op compliance en ook op goed informatiebeheer. Ik zeg niet dat dat allemaal perfect loopt, maar dat is echt wel een partner van de gemeentearchivaris. En daarin zit je natuurlijk ook dat het ook situationeel kan zijn. Als je dat niet hebt, dat partnership, als je geen collega's binnen je gemeentelijke organisatie hebt die dezelfde doelen nastreeft, ja, dan heb je een probleem. Ja. Dus het hangt ook wel eens af van de poppetjes die je hebt. En als je op afstand, dat heb ik natuurlijk in Zwolle gehad toen ik bij een RSC zat, ja, dan is de afstand tot zo'n, zeg maar, zo'n kerngemeente veel groter. En ja, dan was er helemaal geen coalitiegenoten eigenlijk. Ja, je was wel in gesprek met de DIF van zo'n gemeente, maar dat waren toch nog wel twee hele verschillende werelden. Dus ik weet niet helemaal of dat nou de oplossing is om het van afstand te doen. Nou ja, als wij op afstand zijn, voor bijvoorbeeld van een gemeenschappelijke regeling, dan worden we echt uitgenodigd bij het dagelijks bestuur of de directeur. En dan bespreken we gewoon het rapport met die aanbevelingen. En dan gaan zij echt vertellen wat ze daaraan denken te gaan doen. Ja. En in Rotterdam krijg je niet vaak de kans daartoe. Nee. Helder. Bert, kunnen we kijken, hebben we nog een aantal vragen in de Mentimeter? Of niet meer? Het is wel fijn hè, dat er gewoon 76 mensen of 76 ideeën ingebracht zijn. Ja. Ja, die vind ik ook wel aardig. Het wordt gezien als sluitpost. En dat bedoel ik met, we hebben best op het ogenblik een kansrijke omgeving met die woon erbij. Dat is natuurlijk niet voor niets dat de FAN ook voor een informatiewet geldt. Als je dat recht op inzage van die burgers. Alle gemeentes hebben het op het ogenblik over transparantie. Die toeslagenaffaire die heeft ertoe geleid dat alle bestuurders wel worden gedwongen om te zeggen, hey, hoe doen wij ons informatiebeheer? En je moet dus uit dat idee dat we een sluitpost zijn. En je moet inderdaad echt veel meer tegen die burger aan en vanuit de belangen van de burger je inspectie gaan doen. Ik denk dat dat echt een kansrijke, strategisch andere positie is dan vanuit de oude DIF-hoek en de paternosterkasten zeggen dat de deur kraakt. Ja. Ja. We hebben inderdaad nog een paar vragen. Er wordt regelmatig gezegd van, dat zei je net ook, van zoek een parallel met de AVG en het functioneren van de functionaris gegevensbescherming, die enerzijds al in de organisatie zit, maar er zijn wel bepaalde waarborgen ingericht in de AVG richting de autoriteit persoonsgegevens, wat toch een stukje van die onafhankelijkheid van dat toezicht zou kunnen borgen als je iets soortgelijks voor de archiefsector. En dan heb je het niet meteen over boetes, maar wel over meldingen. Want die meldingen die doe je niet om een boete op te leggen, maar je wilt ervan leren. En je wilt weten wat er gebeurt, zodat je daar iets op kan doen. En heb je daar een visie op? Van, goh, waar zit de knip en wat zou kunnen helpen? We hebben daar straks ook nog een paar vragen op. Als je denkt aan de vergelijking met de AVG. Vraag stel je aan mij? Ja. Ah. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo. Ik zat eigenlijk te wachten op de laatste ronde Mentimeter. Ik denk, dan gaan we die eerst doen. Laten we dat doen en dan kan ik hem afronden met wat... Hebben we een sanctiemogelijkheid nodig? Dat zegt nog niks over de vorm. Dat zouden we graag willen weten. Ja. Daar zijn de meningen nog niet heel erg duidelijk. De mensen moeten een Mentimeter weer oppakken, denk ik. Ja, ja. Ja, misschien ondertussen toch even een vraag van Caroline Bert. Is de KFAN ook bezig met de verbetering van het toezichtsinstrumentarium? In welke mate nemen jullie daar een initiatief? Nee, daar zijn we niet mee bezig, omdat we toezicht op dit moment vooral oppakken als een strategische agenda. Kijk even over de archiefwet, die ligt nu natuurlijk bij de Tweede Kamer. We gaan er allemaal vanuit dat die er wel
op de een of andere manier wordt vastgesteld. Hoewel de besprekingen nog lopen. Het is net na de verslag is naar de Tweede Kamer gegaan. Maar op toezichtsgebied is daar geen fundamentele wijziging gebracht. We zijn in gesprek met het ministerie van OCW nu over deze wijzigingen die in die archiefwet zitten. Wij noemen het echt expres geen modernisering van de archiefwet. Want dat is het helemaal niet. En we hebben afgesproken dat we in september een strategische agenda gaan opstellen voor als die wet er is en hoe we dan verder willen. Welke onderwerpen vinden we ongelooflijk belangrijk? En dat zijn de beroepsprofielen en die opleidingen, maar dat is ook toezicht. En deze discussie die we hier ook voeren, en ik ben ongelooflijk blij met alle input die ik net voorbij zag komen, die gebruiken we dan om in het najaar met een notitie te komen over het toezicht en hoe we dat anders willen. Maar we zitten niet op het niveau van KPI's, wat er daar natuurlijk vroeger ook de loophaai voor. Ik weet niet of die daar nog wat in doen. Zelf in Amsterdam zijn we daarmee bezig om ons toezicht en ons jaarverslag anders te doen. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf aan het doen is op dit moment. Nou, dat kader, Bert, een beetje misschien oneigenlijk een vraag voor jou hoor, maar iemand vraagt gewoon: waarom lukt het niet dat het LOPAI één manier van interprovinciaal toezicht oppakt? Ja, dat is een goede vraag, maar dat is net wat Jacqueline zegt. Samenwerken is altijd ongelooflijk moeilijk. In elke lokale context is blijkbaar net weer anders. En dan gaan mensen uitzonderingen maken. Dan zeggen ze, ja, maar bij ons is het zo. Ja, maar bij ons is het net zo. Of het is net zo. Ik ben het helemaal wel met je eens dat het natuurlijk uiteindelijk vanuit één methodiek zou moeten kunnen. Maar dan moet je ook, denk ik, wel toezicht vanuit één organisatie gaan organiseren. Dat zou echt voor mij, denk ik, wel een sprong vooruit zijn. Ja, daarop aanhakend. Daar hebben wij ook een Mentimeter vraag nog over. Vinden jullie dat het toezicht onafhankelijk georganiseerd moet worden? Ja. Toch ondertussen meteen weer een vraag, hè, om even de tijd te geven. Bert, waar houdt de werkgroep met betrekking tot toezicht zich eigenlijk mee bezig? En wat doen ze wel, wat doen ze niet? Nou, we hebben de eerste sessie vooral het gesprek gevoerd. Een beetje zoals we er nu doen. Toen hebben we gezegd, nou, we willen verbreden. Dus dit is echt een geweldige mogelijkheid om het nu met al die mensen die hier binnen zijn te verbreden. Kijken of er andere inzichten zijn. Dat brengen we weer terug, deze resultaten. Dus de chat, opmerkingen, het verslag. Brengen we weer terug naar de werkgroep. Daar gaan we dan mee zitten. Dan gaan we met het ministerie praten over of zij dat ook zo zien als een strategische agenda. En of zij ook nog ideeën hebben. En daar gaan we een soort eindverslag. Dat moet dan een notitie worden. Dat zullen we dan ook weer delen. Misschien een keer met een middag namens de VAN. Zodat er voldoende draagvlak in zit. En alle elementen die worden genoemd ook een toepassing krijgen met een kop en een staart. Kijk, ik roep nu over centraliseren. Formeel zijn we gewoon nu nog met elkaar aan het kijken. Hoe kan het beter? Waar ligt de meeste draagvlak? We hebben een redelijke probleemanalyse vandaag ook, zie ik. Alles wordt wel een beetje genoemd. Maar uiteindelijk moet je naar een haalbare situatie. En je zult ook wel begrijpen dat je dat niet in één jaar trekt. Dat al die strategische agenda's die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, echt meerjarig zijn. En daar hebben we ook gesprek over met de directie van het Nationaal Archief. Dat is natuurlijk ook een belangrijke speler. Maar ook de RSC's en ook de gemeentearchieven. Ja. Maar de laatste vraag van de Mentimeter is eigenlijk van: stel nu dat we opnieuw zouden moeten beginnen. Wat zouden we dan wenselijk vinden? Oh, wacht even hoor. Nee, ik mis er eentje. Sorry. Het toezicht, zou het toezicht op de Rijksoverheid net zo georganiseerd moeten zijn als bij andere overheden? Eerder andersom. Ja. Ja, zo kun je het ook nog stellen. Maar dat maakt niet uit. Nee, hoe dan ook. Dat is niet de vraag, Bert, helaas. Nee. Nee, hoe dan ook. Is het wenselijk dat je één overheid hebt, hè, voor de burger, en er zijn verschillende toezichtregimes op overheidsinformatie? Ja, zeggen de meesten. Ja. Oké, dan de laatste.
Stel nu dat we opnieuw zouden beginnen. Hoe zouden we het dan willen organiseren? Zouden we kiezen voor een centrale autoriteit? Zouden we decentraal willen organiseren samen met andere inspecties? Of alles laten zoals het is? Ja, hier hebben we nog wat meer omvang voor nodig. Allemaal even stemmen, mensen. Ja, ondertussen stelt al allerlei vragen aan Bert en de chat. Ja. Een van die vragen is, zijn jullie ook betrokken als Kavan bij de agenda toekomstgericht toezicht? Ja. Ja, daar zijn we. En welke maat jullie erbij betrokken, Bert? Nou, we denken mee en we zijn ook wel in gesprek daarover van hoe kunnen we wat wij nu aan het doen zijn daarbij bij aansluiten. En daar hebben we het ook met het ministerie wel over. Dus dat wordt ook nog wel een verkenning, hè, van hoe gaan we dat nou straks precies aanpakken. Ik denk dat we in het najaar een visie hebben. Nou, hoe verhoudt zich dat dan tot dat andere programma? En nou ja, we hebben vorige week ook nog een gesprek met de VNG gehad. Dit wordt natuurlijk ook nog een onderwerp die we met de VNG willen bespreken. Het mooiste zou zijn als we een gedeeld beeld hebben. En dat moeten we dit jaar dan denk ik ook wel maken. En dan kan je kijken hoe je met andere gremia en naar een eenduidige oplossing kunnen gaan werken. Helder. Ja, iemand vraagt ook wel, er is dus nu geen autoriteit waar je als inspecteur terecht kan met je vragen over de KPI's. Ik zeg, hoe wordt ermee omgegaan? Ik zeg, Jacqueline, als jullie vragen hebben over de manier hoe jullie toezicht vormgeven, waar ga je dan je vragen stellen? Ja, je kijkt op websites van het Nationaal Archief of van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. En daar zoeken we ook wel contact mee. En anders met collegiale toezichthouders, zoals Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Maar het is een beetje ad hoc. Ja. Er is geen echt goede kennisbank, vind ik. Helder, helder. Oké. Okay. Hebben we alle vragen gehad voor de Mentimeter, Evelien? Zeker. Oké. Okay. Bert, ja, misschien toch nog, er zijn nog een paar vragen die openstaan. Maar een van die vragen van Jantine is, zeg van, hoe zorg je er als informatieprofessional dat naast de bestuurlijke laag ook de organisatie het belang van de inspectie, maar ook het belang van de goede informatieshouding inziet? Ja. Ja, daar zit toch wel een mogelijkheid vanuit je toezicht in om ook veel meer agenderend te werken in plaats van constateren dat er van alles niet goed is. Dat is toch het communicatieve gedeelte van toezicht. Hoe wil je dat gebruiken? Hoe zet je het in? Daarom ben ik altijd een beetje allergisch voor al die KPI'tjes, want niemand begrijpt ze en dan kom je daar met een jaarverslag en dan ziet mensen dat er van alles niet deugt, dan ben je af. Dus het gaat er ook om, inderdaad, dat je dat belang bespreekt met je bestuurder, los van een jaarverslag, dat je gewoon veel meer in een organisatie ook rondloopt om draagvlak te krijgen voor die informatiehuishouding die nu op orde moet. En nogmaals, we hebben die toeslagenaffaire echt in ons rug. En ik hoop ook dat de NSC in de Tweede Kamer dit onderwerp ook niet loslaat. Die transparante overheid, de betrouwbare overheid. Er zijn genoeg haakjes die je kan benutten voor dat goede gesprek wat er moet komen. En dan, en ik denk ook eerlijk gezegd dat dat al wel aan de gang is, ook door de WO. Gaan directeuren ook wel inzien dat er toch iets is wat gewoon op orde moet komen. Helder. Dank je. Dank Jacqueline, dank Evelien, dank Bert. Eigenlijk nog één vraagje voordat we gaan afsluiten. Stel nou, want er zijn best veel collega's in de call en je merkt ook aan de interactie, zowel via de mensen als in de chat, dat ook onderwerp ook echt leeft. Ja. Stel dat er collega's zijn die betrokken willen worden bij die werkgroep. Ja. Kunnen ze dan daarbij aansluiten? Kunnen ze zich ergens aanmelden? Nou, ik vind dat wel een goede vraag. Kijk, die werkgroep kan niet uit 60 mensen bestaan. Maar inderdaad, als je naar info@kavan.nl mailt, dat je geïnteresseerd bent, dat je erbij wil blijven. We hebben natuurlijk ook onze nieuwsbrief. Dan gaan we kijken hoe we regelmatig over de voortgang kunnen delen. We zullen zeker nog wel een keertje terugkomen.
Dat zal wel in het najaar worden, denk ik. Dus betrokkenheid heel graag. Want het is toch iets, hè, als zeg ik, archiefsector moet sterker worden. Betekent ook dat we veel meer moeten leren met één mond en met één concept te praten. En hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe beter. Dat lijkt mij hartstikke goed. Ja. Nou goed, en het e-mailadres staat ook van Kavan in de chat. info@kavan.nl. Hey, dank. Het webinar en de presentatie zullen achteraf geplaatst worden op kia.pleio.nl. Daar kunnen jullie ook zo even alle info vinden over de andere webinars. Zullen achteraf allemaal daar geplaatst worden. Stel dat je nou wil meediscussiëren. Er is natuurlijk een apart forum voor archieftoezicht. En wat breder is er ook een forum voor grip op informatie. Zit je daar nog niet op, meld je dan aan. En speciaal voor collega's die werken bij gemeentes en gemeenschappelijke regelingen. Mocht je wat informatie willen hebben over ons programma, dan kan je terecht op vg.nl. En de projectenpagina Grip op Informatie. Daar zijn allerlei linken naar interessante bronnen. Onder andere de kennisbank. Waarbij we zoveel mogelijk al die handreikingen en tips plaatsen. Waar je gebruik van kan maken. Los van of ze nog wel of niet ontwikkeld zijn binnen gemeentes. Maar bijvoorbeeld ook bij de Rijksoverheid. Wie het misschien vanmorgen niet gezien heeft. Maar vanmorgen was er een sessie. Het ging met name over leeromgevingen. En blijvend leren. Micro-e-learnings zijn toegankelijk via speciaal het leerplatform vanuit de overheid. Vanuit de radio is daar meer en meer een samenwerking. Wat heel positief is, ga er vooral gebruik van maken. En voor in de agenda, de 10e week van Grip op Informatie staat gepland van 7 tot en met 14 november. Waarbij speciaal op 14 november er een fysieke dag staat bij de gemeente Rotterdam. Dus hou alvast alle nieuws in de gaten en zet vooral in je agenda. Mocht je eventueel tips of trucs hebben voor ons, of volgende keer zelf eventueel een webinar willen geven, mail ons op gripopinformatie@vng.nl. En in de loop van de dag wordt ook de evaluatie toegestuurd. Zoek om die in te vullen en ons te laten weten wat je van de webinars vindt, zodat we daar ook van kunnen leren. En voor nu een hele fijne dag en graag tot de volgende webinar. Groetjes!